Dag allemaal, welkom bij Yoshi's Crafted World. Vandaag spelen we het Koninkrijk der Dieren in een nieuwe wereld die we dus vandaag gaan opstarten. Ja, een nieuwe wereld, hè. Die is nog niet opgestart, anders zou die niet nieuw meer zijn. Oh, wauw, koala's. Oké. We moeten dus weer slim gebruik maken van de magneten. Om overal en nergens te komen. Oeh, dat is dus wel een probleem. Eerste blijbloem. En hij komt me achterna. En dat is maar goed ook, want anders zouden we daar niet voorbij komen, denk ik. Ik weet niet of dit iets definitiefs is. Net als zo'n shy guy met een hele grote kop van een dinosaurus genaamd de Sloperosaurus. Die bleef ook de hele tijd bij je. Maar het lijkt erop dat we hier afscheid van hem gaan nemen. Gelukkig. Kijk, hier achter deze blaadjes is niet heel erg veel. Ik wil dat gewoon weten. Zoals altijd, eigenlijk. Oké, dat zijn bouncy bubbles. Dus daar moeten we slim mee omgaan. We mogen niet in een onverwachte richting schieten. En dat zijn krokodillen. Doen ze dan ook pijn van de bovenkant? Jazeker. We moeten daar door hun bek dus. Oké. En als die bek ons gevangen neemt, dan verliezen we ook levenspunten. Dat had ik wel verwacht. Geen rode munten. Dat is jammer. Een piranha plant. Die moet ik even uit de weg ruimen. Oh, we moesten natuurlijk die... Die kar moesten we gewoon voort blijven duwen. Even kijken of we niet ergens het cadeautje in de achtergrond zien. Dan moeten we altijd scherp op blijven natuurlijk. Nu kunnen we hem er zo overheen duwen. Dat was voorheen geblokkeerd, die mogelijkheid. Dit is een giraf. Volgens mij is dit ook een giraf trouwens, dit karretje. Oh, er is weer zo'n... wat is het eigenlijk? Neushoorn, denk ik. Alleen zijn niet, de gewenste rode munten eigenlijk. Oh, daar is het cadeautje. Die wil ik toch wel even hebben. Al moeten we misschien eerst even deze... Ja, hierin doen. Voor rode munt nummer 7. Ja. En dit zijn 8, 9, 10. Daar is 11. Nee,
Wacht. Nee, dat was blijkbaar niet. Oké. Okay. Ik dacht dat het 8, 9, 10 was en dit 11, maar... Oh, hij sweept omhoog. Oké. Okay. Dit is verder niks. Oké. Okay. Geen collectibles in ieder geval. Ja, je kunt wel natuurlijk nu gaan om alle munten te verzamelen. Oh, we moeten eigenlijk even... hem misschien gebruiken om die... Ik dacht even kijken of die eraan kwam, maar... We moeten hem die dingen laten vernietigen. Want dan kunnen we hier namelijk naar beneden voor ja, de collectibles die hier zitten. Er zijn geen question mark wolken. Dus ik ga maar zo ver mogelijk van hem weg. Alleen, volgens mij maakt hij gebruik van rubber banding. Want ik denk niet dat hij al zo snel weer bij mij had kunnen zijn als hij zijn ware snelheid had gehouden. Voor de duidelijkheid, rubber banding, dat is een game design techniek. Waardoor je eigenlijk als een elastiek aan een aan de speler, meestal aan een game object, wordt gehouden. In dit geval die neushoorn aan mij. Dus die neushoorn, die zal altijd binnen een bepaalde afstand van mij blijven. En dat schildpad ding, dat gaat een knutselwerkje worden. 99% zeker. Daar zit de blije bloem. Nummertje 5. We zijn nog op schema. Zo is dat ook zo met de rode munten. Ik betwijfel het. Dus ik ga nog even terug en dan vind je dit. Maar het zijn geen rode munten, dat is heel erg jammer. Ja, soms zit het mee. Nee, ik ga denk ik... mikken op een volgende poging als het gaat om rode munten. Oh, we moeten wel even die neushoorns gaan helpen, want... anders komen we hier niet langs. Oké. Okay. Oh, misschien komen we er wel langs, maar... nee, waarschijnlijk niet. We moeten ze gewoon helpen om bij elkaar te komen en dan misschien zijn ze gewillig om ons te helpen voorbij aan die bal. En daar is dus nog een schildpad. Dit is de eerste. Er is er nog één. Alleen die ene die ik net pakte, dat was de derde. Dan moet hij hierboven zijn, denk ik. Juist.
Dat al, ik had de bovenkant nog niet gezien van dat touwding. Nou, daar zijn ze dus. Volgens mij zijn het ouder en kind. Ik denk niet dat vrouwtjes en mannetjes zoveel van elkaar verschillen, significant. Dat dacht ik al. Gaat gewoon nog iets zijn. Alleen geen rode munten. Het zijn telkens die blije bloemen die in die question mark wolken zitten voor mijn gevoel. Of anders hartjes. Overigens, misschien die krokodillenbekken. Als je daarin gaat staan, zou je misschien ook nog question mark wolken kunnen spannen. Ik weet niet of ik dat gedaan heb bij elke krokodil, dus het is misschien de moeite waard om dat te checken in een volgende poging. En in die volgende poging gaan we natuurlijk ook full health proberen. Alle losse blije bloemen hebben we in ieder geval, evenals de 100 munten, wat eigenlijk wel een zekerheidje is. We kwamen eigenlijk nog best dichtbij, full health finish. Het was het gewoon net niet. Dat heb je soms. Soms zit het mee en dan heb je alles in één keer. Al heb ik dat niet vaak. Nee, je kunt niet terug. En er spant daar ook niks boven. Dat had ik een aantal afleveringen geleden voor het eerst. Dat ik checkte of er iets terug zat. Zeg maar van teruglopen vanaf waar je spant. Of daar iets zit. En een paar afleveringen geleden was dat voor het eerst het geval dat er echt iets zat. Er zijn er nog allemaal dieren, cardboard dieren, die we misschien kunnen beschieten. Er zit een shy guy achter. Het is alleen niet rendabel om de ballonnen te beschieten. Shaggers zijn heel licht. Want ze springen heel hoog en dan kunnen ze ook wat langer blijven zweven, heb ik het idee. Minder luchtweerstand. Hey, zit hier iets? Misschien in de keerzijde. Ik kan wel staan volgens mij, maar of hing ik gewoon nog? Geen idee. We gaan het misschien zo uitvinden als we de keerzijde gaan doen. Eerst natuurlijk alle dingen te verzamelen in de voorzijde.
hier kwamen vandaan, toch? Het is niet iets waar we echt dingen kunnen doen. Oh, wat? Hadden we die al? Ja, volgens mij herinner ik me dat ik deze ook al beschoten had. En daar zaten inderdaad geen rodementen in. Ik vind het wel apart dat ik er 10 gemist heb en bijna niks meer heb gehaald in de laatste sector. Volgens mij hadden... Ja, 10 van 20. En om me nog even extra te ontmoedigen... had ik bijna niks meer gehaald in de laatste sector. Dit was een blije bloem. Nee, dit was een hele muntenverzameling. Zonder rode. Niet eens een blije bloem. Maar dat kon er gewoon niet af om, om een van die munten rood te maken. Ik dacht dus dat die middelste daar ook rood was. En dat was niet zo. Daarom dacht ik 19-11 net. Voor helft gaan we weer niet halen, want die klote neushoorns... Mag ik niet zeggen. Het zijn bedreigde diersoorten. Ze zijn alleen heel erg irritant in dit spel. Hé, hey, ouwe elastieker. Kak. Heel mooi, alles. Alleen dan is hier helemaal niks meer. En dan begin je je toch af te vragen, ben ik voor jou hier beneden gekomen? Oh. Oh, 5 rode. Of 6. Volgens mij heb ik er nog nooit zoveel in één... ding gezien. Ik denk dus dat ze er prima 3 van die dingen in die ene muntenverzameling hadden kunnen doen bij die neushoorn. Of misschien ook een paar hier. Het zou dus ook kunnen zijn dat er nog 4 ergens anders zitten gewoon. Misschien wel helemaal in het begin van het level heb ik iets gemist en dan haal je er gewoon gelijk 4 niet. Of heb je 1 ding gemist, 1 zo'n bloem en dan haal je er gelijk 6 niet. Dat is toch iets aparts. Dat je er dan zo hard voor gestraft wordt. Nu is die heel makkelijk, want hij is doorzichtig. Misschien moeten we nog terug, dus dat doe ik even.
Hierboven niks te verzamelen. Geen question mark wolk waar toevallig 4 rode munten in zitten. Ik doe maar een suggestie. Niks hierboven. Niks hier. Nope. Hier dus. En hier. Heb ik die gezien? Nee. En het zijn ze alle 4. Helemaal tof. En nu dus alleen nog full health. Want ja, die, daar zijn we nog gewoon niet in staat toe geweest. Met ja, mijn toch wel redelijk verkennende en agressieve speelstijl. Ja, dan verlies je ook wel eens wat levenspunten. En Yoshi zwaait ook gewoon nog. Puur uit vriendelijkheid, want tja. Hij ziet altijd het goede in een wezen. Dus ook al zijn er neushoorns geweest die hem aangevallen hebben. Ze hebben hem ook geholpen en dus helpt hij ze ook, zeg maar gewoon, als zij in de problemen zitten. Oké, 15 levenspunten en er zit dus nog een question mark wolk met 5 hartjes redelijk aan het eind. Goed om te weten dat. Dat was niet de bedoeling. Om het zo dichtbij te laten zijn. Dus er is echt wat marge ingebouwd daar.
Goed, de neushoorns zijn weer bij elkaar. Dat betekent dat we bijna aan het eind van het level zijn. Komt alles toch nog goed. Het is alleen niet zo dat de neushoorns in een toekomstige poging dan ineens vriendelijk zijn. De hoorns zijn nog altijd messcherp. En die levens die bewaar ik even. Want stel je voor dat ik gewoon een onhandige actie doe bij die krokodil of zo. Dat is zomaar mogelijk met mijn... ja... toch... soms te ruisteren speelstijl. Dan kunnen we toch nog bijvullen. Maar het was niet nodig. Misschien met de gedachte dat er een backup was. We hebben niet eens 100 munten. Wauw. Maar die hadden we natuurlijk al. En nu hebben we nog de keerzijde. Of all places. In 3 minuten. Natuurlijk heb ik nog geen idee waar... alles kan zitten van die poochypups. Want ik heb de hele achterkant nog niet gezien. Bijvoorbeeld die boom met dat gouden platform. Of tenminste die gouden, dat gouden ring eromheen. Had ik nog helemaal niet gezien. Ik wist niet dat dat bestond. Dus misschien dacht Nintendo van misschien... doen we daar wel een poochypup op, maar... nope, we zijn al een minuut kwijt. Voortaan kunnen we hier doorheen. En daar zit dus de blauwe bevestiging van dat we nog niks gemist hebben. Wat een mooie waterval daar. Ja, kijk, dat heb ik dus allemaal nog niet gezien. Alleen bij die timer blijbloem. Waar ik dus... iets heb om het aanzicht heb omgekeerd, om het zo maar te zeggen. Daar heb ik een stukje gezien van de keerzijde, maar voor de rest nog helemaal niks. Althans, de achtergrond van de keerzijde, dus onze de voorgrond van het normale level. Maar meestal is die dus niet in beeld. Daar is hij. In een van de krokodillenbekken. Kunnen we dus nu recht naar het einde toe. En dan hebben we hem zo aardig first tried. Zonder geluid. Tenminste, dat acht ik redelijk waarschijnlijk dat dat kan. Die first try. Toch? Of ben ik daar toch nog net niet snel genoeg voor gegaan? Oeh, net aan. Net aan. 2,59.26. Ik kan me herinneren dat ik een nog veel closer heb gehad. Dat was namelijk exact de tijd die hier stond. Op dit scherm. Ik weet niet of het exact 3 minuten was. Volgens mij was het 3,5 minuut. Maar ik had dus exact op die klok staan. 3,5 minuut. Onder voorbehoud dat dat de tijdlimiet was. En dat telde dus nog. Oké, fijn. In het volgende deel gaan we naar de top. Op een slangenkop doen. Dus ik verwacht een nieuw soort van voertuig. Of ja, vijand, weet ik veel. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Hopelijk jullie ook. Dan zie ik jullie terug. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En je kunt abonneren op dit YouTube kanaal door bijvoorbeeld op mijn hoofd te klikken.
Kun je er nou niet genoeg van krijgen? Geen zorgen, je kunt rechtstreeks belanden in een andere video van mij, waaronder de volgende video in deze serie door op een van de kaarten die reeds rondom mij verschenen zijn te klikken. En dan wens ik je nog veel kijkplezier. Doei!